De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van ons Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Lof zij u Christus. In die tijd kwamen de fariseeën bijeen toen zij vernamen dat Jezus de Sadduceeën de mond gesnoerd had. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg Jezus om hem op de proef te stellen: Meester, wat is het voornaamste gebod in de wet? Hij antwoordde hem: Gij zult de Heer, uw God, beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Woord van de Heer. Wij danken God. Gij zult de Heer uw God beminnen en uw naaste als uzelf. Een duidelijke boodschap. Maar niet zo gemakkelijk om in praktijk te brengen. God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Geheel. En daar ligt ons probleem. Wij stoten dan ogenblikkelijk op de gebrokenheid van onze menselijke natuur. Anders gezegd, onze zondigheid. Het is voor ons mensen bijna onmogelijk om deze woorden in praktijk te brengen. Met de hulp van Gods genade kunnen we daarin groeien. En daar gaat het om. Stap voor stap vooruit. Niet denken: ik krijg dit niet klaar, dus laat ik het maar. Nee, als het niet lukt, om vergeving vragen en opnieuw beginnen. God blijft genade schenken. God geeft ons de kracht om te groeien. In deze richting die Christus van ons vraagt. De naaste beminnen. Dat klinkt goed, maar is niet zo eenvoudig. Wanneer je een parochie doorlicht, wanneer je langere tijd in een parochie werkzaam bent, dan leer je stilaan de verhoudingen kennen. En dan valt het op dat mensen niet altijd gemakkelijk door één deur kunnen. Soms komt het zelfs voor dat twee mensen braaf in de kerk zitten, die elkaar weigeren te spreken, elkaar weigeren de hand te reiken. En dat jaar in jaar uit. Het heeft te maken met het feit dat mensen minder en minder gevoel hebben voor zondigheid. Tegelijkertijd minder en minder gevoel hebben voor de noodzaak om God om vergeving te vragen voor eigen zondigheid. Men blijft heel gemakkelijk steken. Ja, de naaste beminnen. Te allen tijden en overal. Geen gemakkelijke opgave, maar ook niet onmogelijk. Opnieuw, met de hulp van Gods genade. De naaste beminnen als uzelf. Beminnen we onszelf? De hedendaagse mens. Vele mensen heden ten dagen plaatsen zichzelf op de voorgrond, bekijken zichzelf goed in de spiegel, zitten vol tatoeages,
en piercings. De gerichtheid op zichzelf. De ik-cultuur. Maar dat is niet wat het evangelie bedoelt. Je moet jezelf beminnen. Respecteren. Ten volle. Omdat je schepsel Gods bent. God bemint je. Dan moet ik mezelf ook beminnen. Ja, met al mijn gebreken, met al mijn zonden. Ik ben en blijf een kind Gods. God bemint me. God schenkt ons genade om te groeien. In die navolging van Christus, die gelijkenis op hem. Hij geeft ons de kracht om zijn woorden in praktijk te brengen. Daartoe ontvangen we de Heilige Geest, die we niet zien, maar wel mogen ervaren, daar waar wij bij machte zijn, die woorden van Christus, Gods eigen woorden, in praktijk te brengen. Gij zult de Heere God beminnen, en uw naaste als uzelf. Laten wij proberen, dag in dag uit, deze woorden naar vermogen toe te passen, concreet te maken. En als het mislukt, laten we altijd om vergeving vragen. Laten we elkaar ook de hand reiken als het nodig is. Alleen zo kunnen we een krachtige christelijke gemeenschap vormen, die zuurdesem is in onze samenleving, die o zo ikgericht is. Laten wij in dat opzicht proberen een voorbeeld te geven. Het zal ons, en dat weten we, tot heil strekken, eeuwig heil. En misschien door ons voorbeeld ook tot eeuwig heil van andere mensen die zich dan aangesproken voelen om datzelfde geloof te aanvaarden, te belijden en te beleven. Amen.